De NV Havenbeheer heeft niets van doen met de grote drugsvangst van enkele dagen geleden. Dit is duidelijk gemaakt door de operation manager Charles Getrouw van en het hoofd van de security Pearl Gerding. Onze nieuwsdienst heeft contact gemaakt met de leiding van de NV Havenbeheer naar aanleiding van de vangst van een enorme partij cocaïne op de Shoal Sydney haven. Tot nu toe is bekend geworden dat er meer dan 2300 kilo drugs in de container zat. De operations manager geeft aan dat de rol van de NV Havenbeheer in de transportketen is het accommoderen van het economisch gebeuren in infrastructurele zin. Getrouw benadrukt dat de security meer te maken heeft met de algehele veiligheid op de haven en niet zozeer met het toezicht op goederen. Ten aanzien van de exportketen zegt hij dat de uitvoer begint met het ophalen van een lege container. Dit gebeurt bij de scheepsagent. De scheepsagent geeft bericht door aan zijn terminal operator waarna een truck op de haven komt om een lege container op te laden. In dit concreet geval gaat deze container naar het bedrijfsterrein van de exporteur. Daar is de lading ingeladen, verzegeld en zo is hij dan teruggekomen op de haven, onderschept geworden en toen is het verhaal begonnen over de drugsvangst. De rol van de NV Havenbeheer in dit geheel is om de algehele veiligheid in te richten. In 2018 is volgens Getrouw het zogenoemde Access Permit systeem in werking getreden. Dit houdt in dat een ieder, voordat zij de haven opgaan, toestemming moeten krijgen. Gerding gaat nader hierop in. Wat ik graag zou willen weten, ik hoor meneer Getrouw praten over het wordt verzegeld. Dat wil zeggen, zo'n container verzegeld is, gaat niemand meer erin? Nee, oh. Niemand gaat meer erin. Mm-hmm. Maar laat me dat stukje uitleggen hoe je de haven opkomt. Ja. Dus meneer Getrouw heeft het dan uitgelegd. Ze komen de lege container halen. Wanneer ze terugkomen, wordt er zo'n access permit aangemaakt. En om zo'n access permit aan te maken, moet je de nodige documenten overleggen. En een van de documenten is het poortbewijs die door de scheepsagent wordt afgegeven. En daarop komt er dan de nodige informatie. De permit wordt dan aangemaakt. En wanneer de permit eenmaal is, de trucker komt met die container op, met het voertuig bij de poort. Roept de poort het voertuig op door middel van het intoetsen van het kentekennummer. Het popt op en dan vindt de controle plaats. De controle is het de juiste container? Is het de juiste container? Aan de hand van het containernummer is dat het? Ja. Is het de juiste chauffeur? Het juiste voertuig? Wat ga je op die haven doen? Al dat soort dingen lees je op zo'n access permit. En dan vindt de controle in het voertuig plaats. Die container is verzegeld, dus je kunt het niet open doen. En wanneer alles in orde is, dan mag hij naar binnen. Toch kan in de gemeenschap iets ontstaan van wil het NV Havenbeheer zich hun gezicht schoon wassen en zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Maar dat ze toch eigenlijk toch wel ook een beetje betrokken moeten zijn bij het. Nou, ten aanzien daarvan beseft Havenbeheer dat ze een cruciale rol vervullen in die totale transportketen. Ik ben begonnen met een logistiek knooppunt. Incidenten ga je nooit kunnen voorkomen, je gaat het alleen kunnen minimaliseren. Daarom zijn we gestart, dit proces is al eerder gestart, is al in 2017 gestart. In 2018 hebben we verscherpt door middel van die exit permit. Om de samenwerking met de stakeholders, met name de douane, cruciaal de douane, te gaan verbeteren. We zitten in een situatie, en dat weet heel Suriname, dat er heel veel verleidingen zijn. En het is onze rol als werkgever om ook onze mensen te beschermen, maar meer nog, om ervoor zorg te dragen dat Suriname en zeker deze haven niet wordt aangemerkt als drugsknooppunt.
Volgens Getrouw zijn er al gesprekken gevoerd met belanghebbenden om het totale beveiligingssysteem te verscherpen. Zowel de importeur als de exporteur moet verzekerd zijn van de veiligheid. Daardoor krijgt niet alleen de haven, maar ook Suriname in het algemeen een betere naam.